Goedemorgen, het is vrijdag, moet ik even nadenken. En ik ben even spulletjes aan het inpakken voor Niels, want vanavond staat Niels bij mijn ouders. En morgen slapen we met z'n allen bij mijn schoonouders, want morgen vieren we Niels' verjaardag bij mijn schoonouders. En dat doen we omdat iedereen daar woont. Maar ik denk dat we het volgend jaar wel gewoon hier doen hoor. Maar nu nog even daar, nu hij toch nog klein is en toch niet zo heel erg veel van snapt. En vanavond staat hij bij mijn ouders, gewoon dat kan. Ik ga bij mijn ouders eten, want Sven is er niet en onze vaatwasser is stuk. Dus ik heb mezelf even bij mijn ouders uitgenodigd. Maandag komt de monteur eindelijk, anderhalve week verder. Maar ik dacht, dat is wel leuk als hij daar slaapt, want hij vindt dat hartstikke gezellig. En mijn vader vroeg het laatste ook, dus ik dacht, nou, dat lijkt me dan een goed excuus. En dan is nog steeds een beetje, ja, niet helemaal lekker. Tenminste, hij is niet ziek, maar hij hoest zichzelf wel echt een breuk. En nou ja, goed, daar word je best wel vaak van wakker s'nachts. Al moet ik zeggen, vannacht maar één keer. En het is ook niet meer de laatste nachten dat we er echt heen hoeven. Behalve dus vannacht één keer, maar afgelopen nachten eigenlijk niet. Het is meer dat je zelf gewoon neemt, hoor ik. Maar hij slaapt er gewoon doorheen. Behalve dus vannacht één keertje om 4:30 of zo. Maar dat was volgens mij vooral een droom en niet zozeer het hoesten. Dus ik dacht, ik pak even zijn spulletjes in. Ik zal even laten zien wat ik tot nu toe heb neergelegd. Verder vandaag dus niet zoveel. Het regent nu. Ik hoop dat we straks nog even naar buiten kunnen. Ik ben nu even het huis aan het opruimen. En ondertussen Niels eet de tweede gang van zijn ontbijt. Want die had vanmorgen niet zoveel trek. Maar nu wilde hij ineens nog. En dan kan het nog staan. Dus ik denk, nou top, eet je dat lekker op. Ik zal even laten zien wat ik tot nu toe heb gedaan. Verder ben ik trouwens wel gewoon in de woonkamer bij hem hoor. Ik dacht, ik film dit eventjes, want dit heb ik gedaan met Sven. Tenminste, niet met Sven, maar toen was Sven erbij. Luiers. Zijn knuffel en zijn speen. Broekjes. Twee broekjes, hij heeft er nu één aan. Maar hij heeft dus altijd een reserve voor als het misgaat, zeg maar. En een truitje en dan een blouseje. Ik vond het wel leuk als hij een blouseje aan heeft op zijn verjaardag. Sokjes. Rompertjes, pyjama, er komt zo nog een slaapzakje bij. En dan heb ik zijn toilettasje. En dit is gewoon zijn, dit neem ik altijd mee. Überhaupt, dit zijn zeg maar zijn luier etui waar alles in zit om te verschonen. En dan nog schoentjes. Ik doe er denk ik ook even een extra pyjamaatje in. En dan neem ik gewoon alles in één keer mee en dan hoef ik daar morgen niet meer aan te denken. Mis ik dan nog dingen? Nou goed, hij doet natuurlijk een jas aan en zo. Niet in de auto natuurlijk, hij doet niet de jas aan. Ik ben daar echt nog steeds. En zo blijkt dat filmpje toen heb gezien van dat kindje wat dus in een jas in zijn maxicosi zat. En die er dan zo uitgelanceerd omdat die maxicosi dan niet strak genoeg aangetrokken kan worden. Dus ze zien echt nooit zijn Niels met een jas in de auto. Dus toen nog een slaapzakje erbij. Ik ben alleen even in twijfel, mijn schoonhuis is best wel koud. Dus misschien dat ik daar een ander slaapzakje doe. Nou, mooi even kijken. Goed, dat dus. Ik ben bezig met zijn tractatie. Het worden bootjes. Er zijn twee versies. Dit is dus het zeiltje. En dit wordt een vlaggetje, zeg maar, wat hier aan komt te hangen. Zeg maar zo, dat plak ik zo vast. En hier komt dan nog een doodskopje op. Maar dan een vriendelijke natuurlijk, want het is een piratenbootje. En dan aan de achterkant van het bootje komt dit. Dit waren gouden glitter. Dit was zeg maar zo. Gouden glittervlaggetjes. Die heb ik gewoon zwart gekleurd. Maak het uit. En het moet uiteindelijk dus zoiets worden. Dus dit is een doosje rozijn en een banaan. Dus dit vlaggetje wordt die erachter zit. En dan nou ja, een satéprik. En dan heb ik dan Hoera Niels 2. Dit wordt dan dat. En dan heb ik nog... Ik kon niet leuk touw vinden. Dus ik heb gewoon zwarte wol gedaan. En dat is dan voor de lijnen. Dus ik dacht, als ik zeg maar in ieder geval dit soort dingen allemaal al klaar maak, dan hoef ik straks alleen nog maar het in elkaar te zetten de dag voor zijn verjaardag. Dat leek me handiger dan dat ik het allemaal dan die avond ging doen. Zo, ik heb net een filmpje opgenomen en ik ga nu even een vlog bewerken, want dat moet ook gebeuren. En deze camera in de lader doen, zie ik. Dat is even belangrijk. Dat ga ik nu snel doen. Ja, maar die ligt dan in het rijtje. We moeten even een nieuw konijntje zoeken. Hier, nieuw konijntje. Uit.
Twee konijntjes hebben we zelfs nog. Kijk. Bloem. Oh, hier. Kijk hier. Ja. Leg hem er maar bij. Ja. Ja, maar daarbij. Kijk. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Ja. En wat hebben we nou nodig? Een bloem. Ik ben inmiddels bij mijn ouders. Ik ga nog even aan de site. Ik heb net al een filmpje bewerkt thuis. En die ben ik nu even aan het exporteren. Die ga ik zo uploaden. En ondertussen geef ik even uitflix over het prachtige fenomeen Netflix. Die is aan het spelen. Ik ben in mijn kamer aan missie. En het is een drama. Ik kom er niet uit. I narrowed it down. Maar echt, vraag me niet hoe. Oh, ik heb trouwens niet zo om. Ik heb het koud. De Nikon Coolpix. Hufflepuffs. En een Canon Powershot. Ik neig heel erg naar de Canon Powershot. Maar die filmt in Full HD. En de Nikon Coolpix in Ultra HD. En in 4K. Dat is zeg maar net iets even beter. Qua prijs maakt het niet zoveel uit. En de Nikon Coolpix is ook wat ik nu al heb. Maar Canon hebben zeg maar ongeveer alle bekende vloggers. Niet deze Canon, want ik ga niet een hele dure camera doen. Maar deze is €300. En het is Black Friday, dus zeg maar korting. Dus ik weet het niet zo goed. Het eten is er. Frietjes met lactosevrije pepersaus en salade. Ja. En Niels zit aan de balletjes en de broccoli. En die heeft wat van de feta gesnoept. Dus we gaan lekker eten. We gaan zijn schoen zetten. Een wortel voor het paard. Doe maar in de schoen. Doe maar in de schoen. Hij heeft een feta-zicht. En goed zo. En de tekening erin. Ja. Doe maar in een andere schoen, ja. Het zijn zulke kleine schoentjes, dat begrijpt Piet wel. Ja, nou pak ze maar op. Oh. Ja, ik help je wel. Kom maar. Zullen we hem bij deze kachel zetten? Ja. Je moet daar tussen duwen. Sorry. Oh, dat is het paard. Nou, voor het paard? Ja, zet hem hier liever. Bij deze kachel. Kijk, hier zit de kachel achter. Oké, okay. Nou, zet hem daar neer. Hier zo, kijk, hier zit de kachel bij. Zet hem hierbij. Ik kan niet van vinden. Mijn mama hem vroeger ook altijd neerzetten, Niels. Ja. Zo. Zo. Nou. We moeten wel een liedje zingen, hè? Ja, natuurlijk. Welk liedje moet je? Sinterklaas kapoentje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne, 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 gooi wat in mijn lege, lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Voordat ik echt ga zitten, bedacht ik me ineens dat ik nog een bestelling van de HEMA binnen had gekregen. Dus die wil ik ook nog even snel laten zien. Het zijn twee theedoeken. Wie vorige keer, maar 2 weken geleden zo mijn vlog gezien, heeft gezien dat ik theedoeken vergat en wel handdoeken kocht. Dan heb ik de HEMA wenkbrauwgel. En deze, een eyebrow pen. Ik zal hem even uitpakken. Zie, ik was heel erg gefascineerd. Hierdoor. Het is echt een pen. Nou, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik ga dit testen. Het is echt een flinke. Ja, ik weet niet of hij me echt goed scherp stelt. Dan kocht ik bestek voor Niels. Ik heb heel leuk bestek van Done by Deer. Het vorkje is verdwenen. Ik zie dat dit iets groter is dan ik had gedacht. Maar dit zijn een lepel en mes en een vork. En ik vond het ook wel mooi met een beetje een soort, nou ja, oud mintkleur om het zo maar te zeggen. En dit was nu €3, dus ik heb er gewoon 2 van gekocht. Ik dacht, nou prima. En deze, ja ja. Deze kerstsweater, ik vond hem eigenlijk wel heel cool. Ik weet niet wat Sven ervan vindt. Voor Niels, ik vind hem heel schattig. Dus deze. Dus dat, nu ga ik echt liggen. In de schemering van mijn pc. Ik weet niet of dit nou per se heel bevorderlijk is. Nou, het wonder is geschied. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Jongen. En dan hoop ik altijd maar dat ik de goede keuze heb gemaakt. Maar goed, het heeft 10 van mijn leven gekost. Ik haat dit soort dingen. Ik kan het niet. Ik
kan geen keuzes maken als het om dit soort dingen gaat. Dat kan ik gewoon niet. Maar goed, ik grab my balls and I did it. Ik heb besteld de Canon PowerShot SX730HS. Zeg ik dat goed? Canon PowerShot SX730HS. De vlog van volgende week wordt als het goed een stuk betere kwaliteit. Dus nou ja, dat is ook weer gedaan. Nu moet ik alleen nog een nieuwe laptop. Ja, echt zeg maar, alles gaat ongeveer tegelijk kapot. Hè? Dat is een beetje het leven. Goedemorgen, het is zondag. Goedemorgen, het is zaterdag. Wij gaan zo richting Zwolle. Het is nu 9:45. We gaan eerst natuurlijk Niels ophalen. Bij mijn ouders en dan rijden we door. We zijn wel een beetje laat, want we willen een beetje op tijd daar zijn, zodat hij ook op tijd kan slapen. De taart heb ik besteld en die heeft mijn schoonmoeder daar opgehaald. Vlaggetjes mee. Nou, nu even verder gewoon onze slaapspullen. Heb ik al bij elkaar liggen. Moet ik alleen nog even, hoe heet het, ergens in doen. En dan kunnen we gaan. Dit is wat ik aan heb trouwens. Het jurkje van Stradivarius. Ik moet nog even een panty aan doen, maar dat komt zo. Dus ja. Wij zitten in de auto. Ik zit even achterin, want Niels wil slapen, maar dat is niet de bedoeling. Dus we hebben dit. En dit. Want het is het idee dat we nu even bij Sven's ouders gaan lunchen en dan kan hij naar bed. En dan als hij dan wakker wordt, dan komen de gasten. Dus we moeten even doorbijten. Het huis is versierd. Happies. Ik zal zo nog even een mooie taart laten zien. En ondertussen ben ik mijn computer helemaal aan het schoonmaken. De taarten. Hier staat een hele leuke foto van Niels op. En deze. Eerst cadeautje nog uitpakken. Kijk! Ja, moet je daarmee om kunnen gaan, hoor. Ga je een kaarsje uitblazen? Ja! Sorry, Niels. Blijf me zeer. De verjaardag is in volle gang en Niels is helemaal blij. Hij krijgt zijn fietsje, maar dat was niet op tijd leverbaar. Dus nu hadden ze afgesproken van dat ze allemaal een klein cadeautje zouden kopen. Voor erbij, dus hij is nu helemaal overweldigd door alle cadeaus. Zal het even laten zien. Ja, we hebben ook al 10 uur of zo in de stad. Stickers en spelletjes. En om half 10 waren ze klaar. Auto's. We eten lekker pasta. We mogen allemaal onze schoen zetten, hè, Niels? En we hebben allemaal een tekening gemaakt en water voor het paardje. Nou, dan moeten we alleen nog een liedje zingen, hè, Moppie? De kleurhuisje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer... Kijk, Niels heeft in zijn schoen buurman en buurman gekregen. En wij, marsjepijn. Ja, buurman en buurman. Nou, die zijn toch fantastisch. Heeft Piet gehaakt. En nou, wij zijn allemaal vroeg wakker, want Niels had heel slecht geslapen. En zelf moest ik ook nog vrij veel hoesten. Maar dus het is nu bijna 7:30. Dus niet echt uitgeslapen, maar we zijn al een uur of zo wakker. Maar nou, wel prima. Vannacht weer. We hopen dat hij beter slaapt en niet zo goed. Nu gaan we lekker ontbijten. Ik heb ook een vies ding aan, wat ik hier altijd aan heb. En nou toch. Heb je een boerderij, heb je de zee, heb je de steppen en heb je de zak. Zo, nou, ik heb alles ingepakt. De laatste dingen van Sven afpakken.
En het is nu iets van 9:45 of zo, dus we gaan naar huis. Niels is heel erg moe. Hij was een beetje vroeg wakker, gisteren ook. We hebben natuurlijk die verjaardag gehad. Dus het is tijd om extra te slapen. Dus hij gaat gewoon lekker slapen in de auto. We gaan nu niet proberen wakker te houden. Hij gaat gewoon lekker slapen. En dan, dan snap ik, slaat hij gewoon vanmiddag nog een keer. Want nu maakt de tijd niet uit. Gisteren moest hij natuurlijk een beetje weer op tijd wakker zijn vanwege de komst van de familie. En dat hoeft nu niet. Ik heb gewoon lekker oversized trui aan en een jeans. En rondje gerend met Niels. Nu ga ik even naar het toilet en dan gaan we met de auto. Wij zijn weer thuis en Niels is in de auto geslapen. En hij leek weer te gaan slapen thuis, maar dat was maar 20 minuten. Oma is er even, want wij gaan even als hulpzinten aan de slag. En rustig dagje zo. Zo, Niels en ik hebben een hele mooie tekening gemaakt, hè Niels? Ja. Ja, van de brandweerman. Nu komen er nog wat stickers bij, want er gaat geen tekening voorbij. Nee, niet de stickers op de grond plakken, Niels, op de tekening. Er gaat geen dag voorbij zonder stickers plakken. Kom maar, we plakken ze even op de tekening. En toen had ik een sticker om mijn gezicht. De boodschappen zijn inmiddels binnen, dus die hebben we ingepakt. We hebben de afwas gedaan en dat is heel fijn dat morgen de monteur van de vaatwasser eindelijk komt. Yes! En Sven staat even studio spurt te krijgen. En we gaan Niels op tijd naar bed brengen, maar hij is niet helemaal lekker. Daarom heb ik trouwens ook weinig gefilmd vandaag, want Niels was echt heel verdrietig. Ik zit lekker met een maskertje op. Ik weet niet of je het kunt zien. Het is een pielmasker. En wij gaan Stranger Things kijken. En net bed opgemaakt. Dus het is een heerlijk schoon bedje waar we zo in kruipen. Het is wel heel lekker om in mijn eigen bedje te liggen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Hij was misschien niet heel spectaculair. Maar los van Niels' verjaardag was hij ook niet heel lekker. Dus soms is het even zo. Ik zie jullie heel graag volgende week bij deel 2 van zijn verjaardag. Nou, ook met mijn familie. En ik ga Sint inkopen doen. Een groot feest. Doei!